Heb jij diabetes type 2? Nou, dan krijg je altijd hele goede adviezen van voeding en ook is het bewegen belangrijk. Maar je moet natuurlijk wel kunnen bewegen, dus schenk nu zelf aandacht aan je voeten. Want er komen twee problemen eigenlijk voor. Dat is die neuropathie, die zenuwbeschadiging en de verminderde bewegelijkheid in de voetgevrichten. Nou, voor die neuropathie kan je prima met dat balletje dat je je voet er zo op zet en heel rustig rolt. Dat kan je meerdere keren op de dag doen en niet met kracht, maar gewoon met liefde en gewoon rustig dan voor die kleine voetgewrichten om daar die bewegelijkheid in te houden? Is deze oefening dat je deze onder die voorvoet zet en zo rustig naar beneden gaat? Prima oefening. Wat je kan doen is voorvoet en tenen onafhankelijk van elkaar bewegen, heen en weer gaan. En dan de laatste oefening, het bidden. Natuurlijk niet letterlijk, maar de greep zelf dat je dan op deze manier die kleine voetgewrichten rustig gaat bewegen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.